Hoi, leuk dat je er weer bent. Welkom bij weer een nieuwe opruimvideo vandaag. Ga ik weer aan de slag met het opruimen en het schoonmaken van ons huis. Ik vond het heel erg leuk om jullie reacties te lezen onder de vorige opruimvideo. En het feit dat ik jullie kan inspireren, ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk. Dus ik hoop dat je het weer leuk gaat vinden. Vergeet zeker niet om deze video een duimpje omhoog te geven. Daar maak je mij super blij mee en daarmee help je mijn YouTube kanaal heel erg. En ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten en dan gaan we snel beginnen met de video. In onze keuken en het is weekend, het is zaterdag, dus vandaar dat ik mijn pyjama nog aan heb. Dus het wordt echt een beetje een opruimdagje in huis. Dus het zal ook echt van alles en nog wat worden. En ik zit hier nu bij onze keukenkastjes. En het eerste wat ik wil gaan doen is het kastje onder de gootsteen. Ik heb namelijk deze bak gekocht bij Action. Ongeveer 33 bij 17 bij 24 hoog. En het is dus zo'n bak. En het leek mij dus heel erg handig om hier allemaal schoonmaakspullen in te doen. Die je dan een soort van uit kunt schuiven. Ik ga het aan je laten zien. Kijk, dit is hoe het er nu uitziet. En zoals je kunt zien, hierachter staan allemaal spullen. Maar daar kom je dan niet heel erg lekker bij. Het staat sowieso echt veel te vol. En ik dacht dus, met deze bak, als je die er dan zo inzet, dan kun je die er een soort van uitschuiven. Zodat je wat makkelijker bij de producten komt die achterin staan. Dus dit wordt het eerste project. Ah, kijk dan. Zo is dit sponsje. Hoe vies. Deze moet dus ook gewoon weg. Nee, dit is alles wat er uit het kastje komt. Echt bizar, want van heel veel dingen wist ik het niet eens meer dat we het hadden. En ik liet het net al zien. Ja, dit soort dingetjes. Oh, vies gewoon. Dus dat moet gewoon weg. En ik weet niet wat er hier is gebeurd. Maar het lijkt alsof er iets is gaan lekken wat er echt heel goor uitziet. Dus dat moet ik ook echt even schoonmaken. Misschien dat jij dat ook wel hebt. Dat wanneer je dan bijvoorbeeld een kastje aan de kant schuift. Of dingen uit een lade haalt. Dat je dan pas ziet wat voor troep en viezigheid er allemaal in ligt. Dus dit soort momenten zijn gewoon ideaal om het eventjes helemaal mooi schoon te maken. Het is niet mijn lievelingsklusje. Ik vind het vooral heel erg leuk om dingen er weer mooi een soort van in te organiseren. En het schoonmaken hoeft niet helemaal. Maar aan de andere kant, als het dan weer lekker fris ruikt en het ziet er schoon uit. Oh, dat is gewoon zo lekker. Lijkt alsof er helemaal een soort van ingetrokken zit. Want schoner dan dit ga ik het op dit moment denk ik even niet krijgen. Dus ik denk dat ik het even zo laat. En dan ga ik nu kijken wat er allemaal in deze bak kan. Jeetje, kijk dan. Er past echt best wel veel in zo'n bak. Nu stond er maar eentje bij Action, want anders had ik er misschien wel twee meegenomen. Want dit is echt zo fijn dat je het dan zo in je kast kunt zetten en er dan zo uit kan schuiven. Oh, ik vind het helemaal fantastisch. Als ik bij Action ben, dan ga ik er dus nog een meenemen. Want dan passen hier heel mooi zo twee naast elkaar, wat echt top is. Kastje zoals dit, ja, hoe netjes ga je dat krijgen? Ik ben in ieder geval heel erg blij dat ik het eventjes heb uitgezocht. Dat alles een nieuw plekje heeft gekregen. Er zijn een paar dingen die weg kunnen, zoals bijvoorbeeld die schuursponsjes, producten. Die we eigenlijk niet echt gebruiken, dus die kunnen weg. Maar verder, ja, ik vind het heel erg fijn hoe het er nu uitziet. Ik word hier heel erg blij van. Ik had het vorige keer al laten zien. Dit is dus ons nieuwe kastje hier zo in de badkamer. En deze hele bovenste lade, die is voor mij. Superleuk. Deze lade, die is van Shorts.
En de lade daaronder, daar hebben nu dan de handdoeken in zitten. Kijk, en hier in mijn toekomstige werkkamer. Nou, ik heb dus nog dit rolkastje van IKEA. Maar eigenlijk ben ik inmiddels van mening dat dit rolkastje alleen leuk is als je het als decoratie hebt. Maar niet als opslag, want het is gewoon zo ontzettend rommelig. Ik heb hier een paar maskertjes in zitten. Haarspullen. Hieronder haar styling tools. Dus ik wil gaan kijken wat hier allemaal van richting de badkamer kan. Aangezien er ook een spiegel staat, dan is dat gewoon een mooi plekje om mijn haar te kunnen stylen voortaan. Ik heb de wasmand er weer even bij gepakt. Want alle producten die ik wil houden en alle spulletjes, die kan ik dan mooi hierin doen. En dan richting de badkamer verhuizen. Gelukt. Alles wat in de wasmand zit, dat wil ik nu gaan verplaatsen naar de badkamer. En hier liggen nog een paar dingetjes die moeten of naar een andere plek. Deze zijn leeg. Deze borstel gebruik ik eigenlijk bijna nooit, dus die kan ik beter naar de kringloop brengen. Het is niet heel veel, maar ik heb het wel een klein beetje kunnen uitzoeken nu. Als eerst, ik heb hier al een aantal pakjes in staan. Die haal ik er heel eventjes uit nog. Zoals deze met al mijn haarhanddoeken, make-up remover wipes, hier zo deze. Dus die haal ik er nog heel even uit. En dan moet ik even kijken hoe het handigste staat. Ik zit even te kijken wat nou handig is, want op zich die bak kan ik dan zo naar achter schuiven. Deze zo. Als het goed is, en daar ben ik echt mega blij mee, passen deze droog shampoo flessen echt precies hier. En ook nog zodat het kastje dicht kan. Kijk dan, dit is perfect. Ik heb mijn doekjes even hierin gedaan, want als het goed is, past deze nu dus perfect hiernaast. Kijk, dit is zo fijn. Kijk, ik moet zeggen, dit hiervoor vind ik nog steeds wel een beetje rommelig. Maar kijk dan, dit is verder gewoon helemaal netjes georganiseerd. De haarstyling tools, de handdoekjes, hier al mijn producten. Dus ik ben eigenlijk wel helemaal blij ermee. Zijn we weer een paar dagen verder, maar dat geeft natuurlijk helemaal niets. Trouwens, even tussendoor, morgen ben ik alweer 29 weken zwanger, wat echt bizar is. De tijd gaat zo snel. En dit is hoe mijn buik eruit ziet, even tussendoor. Vind ik toch leuk om te laten zien. Dit is gewoon zo'n normaal shirtje, maar zoals je kan zien zit dat nu een beetje een soort van awkward, zo half... halverwege tot aan mijn buik. Maar alles gaat nog steeds redelijk goed met de zwangerschap. Ik moet zeggen, het voelt wel echt alsof ik op springen sta. En ik moet nog zo'n 2,5 maand. Dus dat is wel een pittige gedachte. Maar alles gaat gelukkig heel erg goed. En ieder weekend zijn we dus echt druk bezig met het klussen, met het verbouwen. Zorgen dat we alles een beetje kunnen afmaken, zodat we eindelijk kunnen beginnen aan de babykamer. We hebben hier in de gang eindelijk gordijnen hangen. Tadaa!
De trap is inmiddels wat veiliger gemaakt door deze anti-slipstrips. En mijn toekomstige werkkamertje, nou daar is work in progress. Ik weet even niet of ik hier nou duidelijke beelden van had. Maar nou, deze is even tijdelijk omgetoverd tot een soort van klustafeltje. Maar moet je zien, het plafond is gewoon weer mooi wit. Uiteindelijk willen we de vensterbank willen mooi wit maken. De kozijnen moeten nog geschilderd worden. En uiteindelijk komt hier dan denk ik iets van een mooi groot bureau voor mij. Ja, ik ben gewoon super blij dat we een beetje aan het afronden zijn met al dit soort projecten. Plan de campagne, want we gaan vandaag nog even verder met opruimen. Ik heb hier een doos staan. Dat vind ik altijd wel handig. Dat noem ik dan de kringloopdoos. Dat is trouwens wel een hele goede tip om door het huis verschillende bakken of dozen neer te zetten. Waar je spullen in kunt doen die je gaat doneren of naar de kringloop gaat brengen. Want dan kun je gewoon af en toe als je iets tegenkomt, dan kun je het gewoon in die doos gooien. En alle kleine beetjes die helpen. Dus dan heb je ook niet het gevoel dat je in één keer bijvoorbeeld heel veel moet opruimen. Maar dan doe je het gewoon in de loop van de dag een beetje. En gisteren had ik 2 wasjes gedraaid. Dus het staat lekker vol in de badkamer zoals je kan zien. Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Maar ik ga toch maar eventjes de was eraf halen. Nou, ik weet niet. Het leven kan niet altijd leuk zijn. Aan de andere kant, je kan natuurlijk ook een lekker muziekje aanzetten. Of je kan, ik veel, een podcast luisteren. Dus probeer het ook zo leuk mogelijk te maken voor jezelf. Even een bak hierbij gepakt, want ik zit zo te kijken en ik word hier dus weer helemaal kriegelig van. Maar dat komt deels denk ik door mijn eigen persoonlijkheid, maar ook een beetje door de nesteldrang. Heel veel dingen die ik hierboven heb staan, die gebruik ik eigenlijk helemaal niet zo vaak. Terwijl hier in dit laadje, hier zitten dan producten in. Ja, dit is echt chaos ook, maar goed. Hier zitten dan ook weer een aantal producten in die ik juist heel vaak gebruik. Zoals mijn cleanser, et cetera. Dus die moet ik misschien eventjes gaan omwisselen. En daarnaast is het gewoon weer heel vies en stoffig geworden, zoals je kan zien. Dus ja, dit heeft ook inmiddels weer een schoonmaakbeurt nodig. Het is echt, oh, het houdt niet op. Losse nepwimpers. Die verplaats ik even naar mijn andere kamer. Net zoals deze oorbellen. En zo. En dan kunnen we het hier nu gaan schoonmaken eerst. Want dat is dus echt wel nodig. Want het is echt super stoffig. Dan heb ik hier gewoon mijn emmertje. En die ga ik eventjes vullen met zo'n alles schoonmaken. Ja, gewoon een allesreiniger. Dit zijn natuurlijk Sjorse spullen, dus ik probeer daar zo min mogelijk aan te zitten. Maar ik wil natuurlijk wel even het plankje mooi schoonmaken. Deze moet denk ik naar de douche. Hij is natuurlijk teruggekomen van wintersport, maar dit hoort natuurlijk in de douche. Mocht je afvragen wat hier trouwens in zit. Hier zit nog een verfroller in het water, zodat we die nog een keer kunnen gebruiken. Maar die staat dus eventjes hier, maar probeer daar niet op te letten. En wat ik overhoud van mijn sopje, daarmee maak ik nu de wasbak schoon.
En dan is nu de vraag, wat is handig om deze spulletjes uit te zoeken? Ik denk dat ik gewoon de hele bak leeg moet halen. Ja, een beetje gewoon à la Marie Kondo. En alles wat ik echt vaak gebruik of wat ik echt wil houden, dat doe ik dan weer terug in een bak. En dan kunnen we daarna het weer in een badkamer gaan indelen. Oké, ik zie gelijk eigenlijk al een paar dingetjes waarvan ik denk van, hey, die moet ik sowieso houden. Alleen die horen heel erg anders thuis. Dat zijn bijvoorbeeld mijn sieraden en mijn bril. Dus die leg ik heel eventjes aan de kant hier zo. Even kijken. Alles wat ik wil houden. Oh, deze hier. Mocht je het afvragen, dit gebruik ik om mijn buik mee in te smeren. Oh, deze ruikt zo lekker. En hier doe je dus ook echt best wel lang mee. Ik smeer iedere ochtend en avond. En ik ben nu dus in week 29... van mijn zwangerschap. Dus je doet hier echt ook heel erg lang mee. Het andere wat ik voor mijn buik gebruik, dat is deze bio-olie. Zoals je kan zien is die ook echt bijna op. Ja, ik ga er toch wel eventjes een soort van doorheen met jullie. Vind ik wel leuk om meteen te laten zien. Dit zijn de cleansers die ik momenteel gebruik. Die zijn allebei echt heel erg fijn. Deze van Elf is natuurlijk lekker budgetproof. En deze die is nou, net eventjes iets vettiger, iets dikker. Zit ook wat meer geur aan. Deze is volgens mij vrijwel geurloos. Maar deze twee als cleanser zijn echt top. Nou, die wil ik natuurlijk houden, mijn Foreo's. Net zoals mijn Clarisonic. Dit luchtje gebruik ik zo vaak. Eigenlijk bijna iedere dag. En ik krijg altijd complimenten van mensen als ik deze op heb. Nou, ik heb hier een paar serums. Zoals je kan zien, die wil ik natuurlijk ook houden. Alleen ik vergeet het heel vaak dat ik deze heb. Dus ik moet deze gewoon wat vaker gaan gebruiken. Nou ja, mijn anti-knars nachtbeugel moet ik natuurlijk houden. Deze dagcreme van deze lijn vind ik ook heel erg fijn. Ja, ik weet dus eigenlijk gewoon niet. Elemis. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. In ieder geval, dit is echt een heel fijn merk. Ondertussen doe ik ook even een paar potjes open en dicht om te kijken of het nog helemaal goed ruikt. Hier van Catrice. Deze van Essence, allebei ook heel erg fijn. Ja, deze van Elemis. Dit is een facial oil. Maar volgens mij, ja, dit ruikt heel plantig. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Ja, ik vind het heel spicy, heel sterk, een beetje prikkelig ruiken. Ik vind deze niet zo lekker, die geur. Dus die doe ik toch ook weg. Hier een serum. Nou, die is al zo oud, maar ook van een keer weg. Gezichtsolie, nog een klein restje van wat het waard is. Deze van, hoe heet het, van Bioderma. Echt heel erg fijn. En die blauwe van deze, die ruikt ook echt onwijs lekker. Hier van Kiehl's, een Nightly Kiehl's Serum. Ja, nee, ik vind dat toch niet, ik gebruik dat bijna nooit. Ook niet echt mijn ding. Qua geur, qua gevoel, ik hou hier eigenlijk niet zo van. Van L'Occitane, nou, die heb ik echt tot de allerlaatste druppel heb ik die gebruikt. En oh, zo lekker allebei. Deze zijn echt super fijn. Die blauwe, dit is de Aqua en dit is van de Immortelle lijn. En daarvan heb ik... Trouwens heb ik nog een testertje, deze. Oh, dit serum is ook zo super lekker. Deze minis van L'Occitane vind ik ook heel erg fijn. Wil ik bewaren, we moeten misschien wel naar een ander plekje, maar dat zoeken we later nog wel uit. Een glow serum, die wil ik nog wel houden. Deze die is bijna op. Er zitten nog echt een paar druppeltjes in. Deze charcoal cleanser van NYX, die is al zo oud. Dus die gaat ook een keer weg. Oh, voelt ook echt helemaal vies aan, deze verpakking. Van Cora, een olie, maar die gebruik ik eigenlijk niet echt. Hier van Comsa, twee hele kleine face oils. Nou, die vind ik op zich wel lekker. Deze van de Body Shop, de Shea Butter. Ja, ik vind die geur denk ik toch niet zo lekker. Ik heb hem wel echt een paar keer gebruikt, zoals je kan zien. Maar ik hou niet zo van die geur eigenlijk. De mango daarentegen vind ik dan wel weer heel erg lekker. Deze van Dove, die is heel fijn. Ruikt heel erg lekker, maar trekt ook echt ontzettend snel in. Staat ook op de verpakking dat het licht hydraterend is. Ja, oh, ruikt echt super lekker. Deze zijn zo, ja, deze kan ik je echt... aanbevelen ook. Scheerolie. Nou, eigenlijk scheer ik tegenwoordig dus gewoon met een conditioner. Ik had een keer die tip voorbij zien komen en dat werkt zo ontzettend goed. Eigenlijk veel fijner dan een scheerolie, als ik het eerlijk mag zeggen. Het is lekker budgetproof, want je hebt maar een klein kloddertje van je conditioner nodig. En je huid wordt dan ook niet zo onwijs droog. Dus deze die doe ik ook weg, want die is ook echt al heel oud. Dit is mijn oplader van de Clarisonic. De kipfiletjes moeten ergens anders naartoe. Aloe vera crème.
En hier van Elemis heb ik Dynamic Resurfacing Facial Pads. Maar ik heb deze bijna nog nooit geprobeerd. Maar ik ga ze wel neerzetten, want dan kan ik ze misschien wat vaker gebruiken. Dit vind ik gewoon altijd fijn om te hebben. Dit moet erbij. En dit. Dit zijn de dingen die weg kunnen. En dit zijn de spullen die ergens anders naartoe moeten. Oké, dan is het nu dus eigenlijk mijn bedoeling om de spullen die ik vaak gebruik, die mogen hier bovenop komen te staan. Hieronder mag ik een paar spulletjes zetten. Maar alles wat ik eigenlijk bijna niet gebruik of wat backup is, dat wil ik in mijn lade gaan doen. Dit is dus gewoon niet zo charmant natuurlijk, mijn nachtbeugel. Maar ja, dat gebruik ik heel vaak. Dus dat moet ik gewoon ergens hebben waar ik er makkelijk bij kom. Het is niet dat het nu super georganiseerd is, maar dit zijn tenminste wel producten die ik echt gebruik. Alleen gebruik ik ze niet zo vaak als de dingen die hier nu op staan. Oh, alleen deze past er niet in, zie ik. Dus dan moet ik even kijken. Misschien dat ik de bio-olie dan toch hierin zet. Nee, die zet ik daarboven. Nou, in ieder geval, ik heb nog een klein beetje ruimte over, zoals je kunt zien. Deze, die past er dus niet in. Die kan ik hier onder bewaren. En dit zet ik dan toch hier zo neer. Deze klein beetje opschuiven zo. Dit kleine testertje ga ik ook hier neerzetten, zodat ik die ook wat vaker kan gebruiken. Dan heb ik hier mijn olie en mijn vettige crème voor mijn buik. En dan heb ik hier de producten van Elemis. Zo. Het is niet dat het helemaal leeg is, maar het is in ieder geval weer helemaal lekker schoon. Het staat weer netjes georganiseerd. Het is lekker praktisch, want alles wat hier nu in zit, dit gebruik ik wel redelijk vaak, maar niet super vaak. En alles wat ik echt op dagelijkse basis gebruik, dat staat nu hierboven. De badkamer is weer mooi leeg, schoon, opgeruimd. Dus ik ben helemaal blij. Ik denk dat ik vanavond lekker in bad ga als beloning voor mezelf. Als je het een inspirerende of fijne video vond, geef me dan zeker een duimpje omhoog. Daar maak je mij heel blij mee. En daarmee help je ook mijn YouTube kanaal. Ik vond het super leuk dat je er was. En ik wil je natuurlijk heel erg bedanken voor het kijken. Ik wil jou heel veel succes wensen met het opruimen van je eigen hoekje, huis of whatever. En ik vond het leuk dat je er was. En hopelijk zie ik je weer bij de volgende video. Doei!